De voorleesexpress is gered. Voorlopig. De vrijwilligers kunnen weer een jaar lang elke week voorlezen aan kinderen met een taalachterstand. Het is een project van de Bibliotheek Eindhoven en het is een van hun doelstellingen laaggeletterdheid aanpakken. Vorige week kreeg de bibliotheek te horen dat ze van de cultuurraad minder subsidie krijgen. Voor de zoveelste keer. Maar er was altijd nog dat overschot dat de Bieb had opgebouwd in 2015. En dat mogen ze nu van het college gebruiken voor de Voorleesexpress. Wij, wij zijn wel bijzonder verguld uh, dat we uh, een behoorlijk deel van ons resultaat van 2015 mogen behouden en mogen inzetten voor de, voor de, voor de stad. Um, maar dat betekent, uh, dat betekent voor een aantal zaken een jaar uitstel. Maar dat betekent geen afstel. Want het geld dat de bibliotheek krijgt is eenmalig, terwijl er jaarlijks 2 ton extra bezuinigd moet worden. Dat gaat in de toekomst opnieuw voor problemen zorgen. Als de bezuiniging die voorgesteld wordt door de cultuurraad, als die doorgaat, dan, dan zal de voorleesexpress in 2018 stoppen. Maar daarnaast ook, zal ook de aanschaf van boeken, zowel in de Witte Dame als op de scholen, zal ook, ook verminderen. De toekomst van de voorleesexpress blijft dus onzeker. Maar één lichtpuntje, volgend jaar is die veiliggesteld.